Okay. Let's do this. Gewoon heel snel doorheen banjeren. Oh, daar is die. Daar is nog één. Oh shit, ik had gehoopt dat ik er langs kon. Traf je gewoon helemaal aan de andere kant van het riool, kutbeest. Nu begint mijn scherm wel een beetje grijs te worden. Ja, hier zo is dat stoom wat uit is. Daar is nog een kustgepakt, die nemen we wel even mee. Fuck yes. Park staat als het goed is daarboven. Toch? Ah, kijk, daar staat hij. Ik dacht al van, what the fuck? Is die gewoon gepeerd? Ik kan ook niet zo heel veel zien met... Oh, is dit gewoon een kaart? Nice. Een kaart. Het is een minuscule bijdrage, want mijn hoofd is gewoon één grote kaart. Ik ga denk ik wel even een urpje kouwen, want het scherm zag eruit alsof ze het kleurenpalet niet op voorraad hadden toen ze dit schermspel gingen maken. Rifle ammo. Wat hoor ik? Oh. Probeerde jij me naar mijn strand te vliegen? Shit, ik faalde met scannen. Stoute kutvis. Wat is dit? Dit is denk ik waar ik de tandwiel in moet houden. Die moet ik natuurlijk ook nog gaan halen straks. Oh, er komen nog meer van die vissen. Nog meer? Ja, daar is er nog een. Ik wil hem gewoon naar die trap. Dat is een uitstekende tactiek. Kom dan, je son of a bitch. Dus die vissen zijn, die kunnen wel uit het water springen. Die soort van pissebedachtige beesten niet. Maar die vissen die zijn weer met één schot kapot. Dus ja, equally annoying denk ik. Ik ga eerst eens even deze kamer checken. Zo, aan de mat te zien loopt het dood. Genesis record niks, maar ik zie daar wel custom parts en een... Volgens mij is dat gewoon een wapen. Oh. Kan je, motherfucker? Windham, let's blow him to pieces. Hier, dat bedoel ik met dat je gewoon niet weet wat er onder het water zou kunnen zitten. Want dat moeten we ook nog gaan dealen met deze vijanden. Maar goed, hier ligt dus een custom part. En hier ligt een... Het lijkt op een machine gun. Maar het is... Het lijkt ook op die machine gun die Quint Keith hebben, maar... Nou, het is een andere. Het is wel een assault rifle. Ik leg hem weer eventjes terug, want zoveel machine gun ammo heb ik niet. Maar als het goed is, zit hij nu wel in de box, als ik weer een box tegenkom. En dan gaan we die machine gun eens vergelijken met die andere machine gun. Goed, deze kant dan. Hoeveel percentage heb ik? 12, dan ga ik deze wietplant fucking meenemen. Oh, daar is weer zo'n pissebed. Screw you, pissebed. Zou ik die even snel kunnen pakken, dat... Oh, shit. De Magic Carp van Resident Evil is dit hoor. Shocking grenade. Dat is de eerste. What the fuck is een shocking grenade? Hand grenade releases high voltage electric shock. Daar, ik denk, durf te wedden dat die beesten daar niet goed tegen kunnen.
Dan had ik daar nog iets gescand. Laat ik dat eens even snel proberen te pakken. Oh. Pak het dan. Heb ik het gepakt? Volgens mij heb ik het gepakt. Nee, ik heb het niet gepakt. What the fuck? Ligt het dan een verdieping lager of zo? Weet je, fuck it. Mijn hebberigheid wordt gepunished. It's okay. I made it. I made it, maar hoe? Ik ga wel eventjes aan dit ding hangen. Wat gebeurt er als ik die twee schakelaars allebei... Die andere gaat wel weer aan. Maar deze, die is wel uitgegaan. Ik ga weer even een ecstasy-pil achterover slaan. Hier, gewoon een machine gun ammo case. Zie je het al? Wafel wat ik in de kist pleur, daar krijg ik leuke shit van. Oké, let's do this, Parker. There are no keys here. Oh shit. My guess is you have to start them both simultaneously. Then we really need that key. Search for the restart key. Misschien dat dit boekje me vertelt waar ik die key kan vinden. Memo left in the engine room. Timing is needed to restore power. Two keys must be used at the same time. Just in case, I put the restart key you know where. Know where I'm talking about? You don't? Jeez, you really need to get it in gear. Aha. Dan weet ik denk ik al wat de fuck ik moet doen. Met gear bedoelen ze dat denk ik zo tandwiel. En moet ik die tandwiel op de tandwielenpatroon zetten. Check. Wat gebeurt er nou als ik deze lever weer omdoe? Dan gaat hij naar een A. Oh nee, dat wilde ik fucking niet doen. In deze kamer is er in ieder geval niks veranderd. Goed. Parker, blijf hier. I'll be right back with the key. Just leave it to Jill. Ik moet alleen wel weer door het ene stuk waar al die beesten zitten. Oké, Jill. Let's fuck do this. Oh, wow. Stop er me gewoon met z'n tweeën op te wachten. Die kutbeesten. Screw you, pissebedden. Ik moet ze niet te hard uitschelden, want ik moet er ook wel weer langs, geloof ik. Dit is de kamer waar die tandwiel lag. En ik kan daar nu langs. Nice. Oh yeah. We have the cock. Ik denk dat ik het maar gewoon tandwiel doe. En hij is aan het autosaven. Hier ligt nog een vibrator. Die neem ik ook mee. Wat is dit? Oh. Oké, dat. Dit zorgt wel voor serieuze durability damage op mijn controller, Resident Evil Revelations. Maar daarmee haal ik wel al het stoom weg, zo te zien. Nice. Oké. Ik hoor ranzige geluiden hierachter. Oh, het is weer zo'n fucking vis. Kom dan, je motherfucker. Die vis die was er eerst niet. Dus dat betekent misschien dat, dat vijanden ook... Oh, kut. Er is er nog een. Fuck you. Echt de magic car van Resident Evil dit. Ah, are you kidding? Nou ja. Toevallig ligt daar zo'n wietplant en daar ga ik dan maar gelijk ja, even misbruik van maken. Door even een ecstasy pil te gebruiken en dit ding te pakken. Het is net alsof die vijanden ook last hebben van al dat stoom. En dat nu ik al het stoom heb uitgeschakeld, dat er dan ook meer vijanden gaan komen. Ik hoop het niet.
die kamer hierachter, daar heb ik... Snel er doorheen waar je... Oh, zelfs deze motherfuckers zijn er nu ook. Ik hoop niet dat ik nog een keer langs dat stuk moet. Hou vol, Parker. Ik kom eraan. Ik heb de tandwiel. En ik ga nu naar dat plekje waar ik dat... ja, hier. Hier kan ik het erin douwen. Daar zo liggen illegale custom parts. Ik zou eigenlijk ook wel willen weten hoe de fuck ik daaraan kom. Alright. Nou, let's press the button. En ben ik benieuwd wat de fuck er gaat gebeuren. Nice, wat een grote sleutel, man. Het lijkt wel een fucking dildo. Kom hier, sleutel. Oké, ik kom eraan, Parker. Wat is de kortste weg? Gewoon hier zo naar beneden. Let's go. Are you kidding? Trap je met je bek tegen de muur. Nee! Echt jullie vragen om een shock grenade, klote beesten. Oké, nee, het is wat de fuck is daar eigenlijk? Daar ben ik toch nog niet geweest. Daar is de engine room. Wat de fuck is hier? Je weet het pas als je het checkt. Toch? Kijk, hier is gewoon een fucking deur met allemaal loot erachter. Oh nee, hij is gewoon op slot. Oké, nou. Fuck it. Goed. Mensen, ik ga de engine room in. Don't you... Oh, nee, nee, nee. What the fuck? Hoe de fuck komt dat ding daar? Oké, I get in position, maar eerst... Was er hier nog een urpje? Of verbeeld ik me... Oh, ja, daar. Die neem ik mee. Oké. I get in position, Parker. Let's fucking do this. Bingo. Hey, good as new. What the? What happened? Ha! Zie je wel dat er douches waren hier zo? I fucking knew it. Ik heb altijd gelijk, Parker. Alleen, dit is wel niet de bedoeling. Shit, shit. Parker, what the fuck? We're running out of time. Damn it. Phew. It's not stopping. Phew. Ah. Dat was was dit het einde van de episode? Nee, het is niet het einde van de episode. We krijgen zo meteen nog een stuk. Maar ho, Jill en Parker zitten serieus in de problemen. Maar goed, met deze S-rank gonna wrap things up. See you guys next time. Richard out.